Nou, wij organiseren dus sinds 2017 Pecha Kucha Nights hier in Tilburg. Dat zijn avonden waarbij een stuk of 12 sprekers hun verhaal vertellen in een format van 6 minuten 40. Dat is 20 keer 20 seconden. En daar komen ontzettend veel verschillende soorten mensen op af. En de verhalen die op het podium staan zijn ook echt super gevarieerd. En dat bruist en dat is heel erg tof. Dus wij zijn hier inderdaad bekend in dit theater. Wij hangen hier heel veel rond inderdaad. Wij zijn wel echt een Nieuwe Vorst fan. En zijn ook zelf heel erg bezig, echt Tilburg fanaat en heel veel bezig in de Tilburgse culturele sector. En vanuit daar hebben wij dus eigenlijk van binnenuit ook gezien hoeveel eigenlijk er nog mogelijk is en waar wij nog kansen zien om in te slaan met deze nieuwe kraakbeweging. Kraak de Nieuwe Vorst is eigenlijk een initiatief om een nieuw programma te gaan maken in de Nieuwe Vorst. En eigenlijk het belangrijkste daarvan is dat wij niet theater gaan maken. Wij gaan vooral heel veel jonge mensen zoeken die met ons het theater willen overnemen. Dus de krakers die wij zoeken, die gaan hier allerlei vette dingen organiseren samen met ons. De Nieuwe Vorst is al een super toffe plek, maar wij willen die plek eigenlijk nog veel toffer maken voor Tilburgse jongeren met te gekke, rare, bizarre ideeën. Het mag echt alle kanten op gaan. We willen eigenlijk gewoon het meest doorsnee Tilburger hier binnenkrijgen. Dus we hopen ook eigenlijk dat uiteindelijk volkszangers en Willem II fans en juist hele andere soorten Tilburgers die hier normaal niet echt binnenkomen, dat die zich aanmelden met een bizar idee en dat we daar dan mee aan de slag kunnen. En dan de jonge generatie, nieuwe generatie Tilburgers met wilde ideeën. Je hoeft helemaal niet een artistiek creatief persoon te zijn. Misschien ben jij wel iemand die met een onderwerp bezig is en denk je, ja, ik wil dat mijn vrienden en heel alle mensen met wie ik altijd chill, dat die ook ergens terecht kunnen voor dit soort avonden. Dan kun je gewoon bij ons aankloppen, kun je je aanmelden. En wie weet, kunnen we dat gewoon doen. En dat zijn dus de krakers, daar zijn we naar op zoek. En die groep mensen gaat letterlijk de Nieuwe Vorst kraken, een nieuw programma maken. Ja, er is denk ik wel behoefte ook om vooruit te kijken. Van op dit moment vindt hier veel theater plaats en daar komt een bepaald publiek op af. Maar wat willen jonge mensen überhaupt zien? Is dat wel theater? Of willen die gewoon een lekkere rave in de kelder? Of willen die films kijken op het dak? Of willen die een gekke lezingenavond waarbij je vragen stelt via je telefoon? Het is eigenlijk ook een soort onderzoek naar wat willen jonge mensen nou eigenlijk überhaupt zien in een theater. Ja, dus wij gaan ervoor zorgen dat jonge mensen hier met hun ideeën terecht kunnen komen voor hun eigen doelgroepen. Dus niet alleen maar hier, je hebt een programma, kom alsjeblieft naar ons programma toe, maar gewoon met de mensen samen programma maken voor deze mensen ook. Nou, die krakers komen dus met ideeën voor programma's of misschien thema's. En heel erg afhankelijk van de persoon zijn die al heel erg uitgewerkt. Of hebben ze misschien een netwerk van mensen die al best wel veel dingen kunnen doen of misschien niet. En vanaf dat moment, waar dat ook is, gaan wij ze begeleiden in hoe produceer je een evenement? Hoe organiseer je dat? Wat voor sprekers nodig je dan uit? Wie is je doelgroep? Hoe ga je dan marketing bedrijven? De krakers gaan wel daadwerkelijk hun eigen avond of idee organiseren. Dat gaan wij niet voor ze doen, wij gaan ze begeleiden. Er zijn al best wel veel faciliteiten hier in de stad voor alle mensen die van de Fontys afstuderen van de kunstacademie. Dus je hebt hier bijvoorbeeld het Makershuis ook in de Nieuwe Vorst zitten waar alle jonge theater- en dans- en circusmakers terecht kunnen om te beginnen met hun eerste stap in hun makerschap. En wij willen juist een contrast daarop gaan bieden. Dus niet de makers, niet de theatermakers, maar juist de gewone mensen in Tilburg die een plek zoeken waar ze hun ideeën kunnen uitvoeren. En hoe ga je zorgen dat juist die mensen jullie ook weten te vinden? Door het heel breed uit te zetten. Dus via het netwerk wat we hebben gaan we steeds verder Tilburg in. En het hele land of de hele wereld eigenlijk en ook de culturele wereld staat natuurlijk een beetje op pauze op het moment. Hebben jullie daar last van? Want jullie kondigen het nu groots aan. Je wil vanaf de zomer gaan programmeren. Hebben jullie daar vrees voor dat het misschien even moet worden uitgesteld? We hebben wel getwijfeld van kunnen we hier nu wel mee naar buiten, want iedereen is in zo'n verschrikkelijke stemming en dan komen wij met zo'n blij nieuws of zo, kunnen we dat wel doen? Nou, het mooie aan dat dit een lange termijn project is dat het eigenlijk geen haast heeft en dat we deze periode juist heel erg willen gebruiken om in contact te komen met mensen en iedereen zit nu toch fulltime of 24/7 op social media, op internet, iedereen zit thuis, iedereen verveelt zich misschien. Dus laten we daar vooral nu over na gaan denken en plannen gaan maken, zodat we straks gewoon in één keer kunnen zeggen van jongens, we mogen weer, we kunnen weer. En dit gaan we doen. Ik hoop dat de Nieuwe Vorst de komende jaren gekraakt blijft worden. Maar in ieder geval vanaf de zomer gaan we programmeren. En in ieder geval de komende 2 jaar gaan er gewoon heel vaak kraken plaatsvinden.